We moeten niet losse organisaties veranderen, maar het systeem in verbinding laten dansen. We allemaal zoden neerleggen en allemaal ellende en kaplaarzen aan. En de andere keer was het heel erg warm en droop het zweet van ons hoofd. Het is een heel lang traject geweest. Elke keer weer een stapje verder en ik ben super trots dat het nu af is. Dat jij nu denkt dat je alles voor elkaar hebt, dat is heerlijk voor je. Gefeliciteerd, maar dat ik in jouw ogen een of andere loser ben. Oh, dat heb ik helemaal niet gezegd. Ja, ik vond het fantastisch om te zien. Ik ben er echt super blij mee en heel trots op. En ik vind dat de overgave van iedereen er zo afspat. Het is zo aandachtig gemaakt. Je ziet gewoon dat wij eigenlijk met z'n allen... We hebben gewoon precies de film gemaakt die we wilden maken. En dat vind ik zo bijzonder, weet je. We hebben aan niemand verantwoording hoeven afleggen. We hebben gewoon alles gemaakt zoals we het wilden maken. Je hebt het gedraaid zoals je het wilde draaien. We hebben het gespeeld zoals we het wilden spelen. Gewoon vet en groot. En het is een hele rijke film geworden. En ik vind het echt heel bijzonder om er deel van uit te maken. We zijn 5 jaar geleden begonnen met die film. Mijn dochter is nu 5 jaar. En voordat zij zelfs verwekt was, zijn we aan die film begonnen. Dus het is echt een flinke prestatie. Ik vond het een geweldige film. Genoten van begin tot eind. Heerlijk. Het mooiste is dat we met z'n allen die weg zijn ingeslagen, ooit eens. En dat er zoveel partijen met een waanzinnig gave mentaliteit hebben gezegd, we gaan dit doen. En het kreeg steeds meer vorm. En het werd van een basis werd het een geraamte en van de geraamte werd het een huis. En van het huis is het kasteel geworden. Ja, het is echt waanzinnig. En ook nog met een mooie tuin. Hans is zo enthousiast. Dat is echt niet te geloven. Dat zal jij ook herkennen. En die vond alles wat ik bedacht had, vond hij zo leuk. Als ik iets anders had bedacht dat hij in zijn hoofd had, zei hij, oh, daar was ik zelf nooit op gekomen. Ik ben niet echt een makkelijke actrice. Ik moet wel iemand vertrouwen, zeg maar. Ik moet iemand een beetje vertrouwen en dan durf ik me wel te geven. Maar dat blijft wel altijd een beetje eng. En als je dan iemand vertrouwt, merk je dat je bepaalde slagen over kan slaan. Nou ja, kortom, als je iemand vertrouwt, dan kan je pas goed spelen. Of je het nu wil of niet, of het kan of niet, ik ga weg en ik ga überhaupt bij jou weg. Ja, dit is echt heel bijzonder wat we gedaan hebben in zo'n, in die tijd die we ervoor hadden. Ik dacht dat je serieus was met ons. Dat ben ik ook. Dan moet je vooral meegaan naar zo'n Rudolf Steiner zomerkamp. Want Hans is natuurlijk van oorsprong een acteur. En dat merk je ook als hij regisseert. Dat hij heel erg goed binnen het jargon van de acteur blijft. En dus daar ook goede aanwijzingen geeft. Maar ook in staat is om dat met afstand te regisseren. Dus dat vond ik heel knap van hem. Zijn nummer 44, sleet 3, take 1. Ik vond vooral het leukste deel dat we bij de scouting waren. Toen moest ik 4 uur wachten, maar toen ging ik lekker vuurtje stoken in mijn eentje. Ik vond iedereen al raar, maar ik vond het heel leuk, dus ik had de toptijd. Ik vond het als een hele uitdaging natuurlijk om aan zo'n omvangrijk project te werken. Wat voor zo'n publiek straks vertoond gaat worden. Goed gespeeld, goed geschreven, heel intelligent geschreven. Prachtig gedraaid. Nee, maar alles is zo goed verzorgd. En blijkbaar voor een appel, dat weet ik allemaal niet, maar ik hoor hem in de wandel hangen dat het bijna voor niks gemaakt moet worden. Dat is redelijk gruwelijk, maar tegelijkertijd nog meer respect dat zoiets moois kan komen uit de samenwerking van mensen. Het is toch de inspirator, hij heeft toch zijn werk gedaan. Dat zijn de grotere kostuumdesigners bij de grotere films. Ben jij Ronald? Jeetje, oh wat een moeilijke vraag. Hans is de grote inspirator. Nou, het zal die ook altijd blijven. Ja, daar was ik al bang. Ik sluit me absoluut bij hem aan. Maar dat meen ik ook echt. Shireen Stroker, absoluut. Dat is Wilma, mijn eigen vriendin en mijn vrouw, denk ik. Ja. Hans. Vandaag is Hans mijn inspirator. David Hockney, Ida van Heiningen, Frits Vogels, Wim Kentridge. Er zijn dus heel veel kunstenaars. Maar ook Hans, natuurlijk bovenal. Dat is mijn vrouw. Hey. Ja, dat is een hele goeie. Goeie, hè? Nee, dat is mijn grote inspirator. Ja, ik vond het dat het echt best op zijn plek viel allemaal. Ik vond het überhaupt naar de film wel erg een grote doek te zien. Ik heb natuurlijk heel veel gezien. Ik vond het echt, echt heel leuk om te zien. Top. Ik vind eigenlijk dat hij heel erg goed geworden is. Dus ook jij complimenten. Dus men heeft veel gelachen.
Maar volgens mij kon men ook wel bij het gevoel komen, bij het drama. En dan zijn we volgens mij geslaagd. Dus, ik heb ervan genoten en ik hoop dat die voor veel plekken te zien zal zijn. Dus we gaan het zien. Echt zo goed geacteerd, zulke mooie beelden, zo mooi afgewerkt. Nou ja, de collega zegt net van precies de juiste toon gepakt van humor en diepgang. Dus helemaal blij. Hele lieve, aardige film met veel humor die heel eigen is. En ach ja, ik denk alleen maar iedereen moet hem gaan zien. Het is een goed script. Het zijn mooi uitgewerkte karakterrollen. Je ziet toch dat er de nodige production value in zit. Ja, het is gewoon heel erg leuk die draaiing van iemand die eigenlijk heel veel weet. Maar ja, in zijn privéleven maakt hij er niet zoveel van. Dat is heel komisch. Ja, ik moet zeggen, de spanning was er natuurlijk wel, maar hij was niet heel extreem. Ik heb het idee dat hij bij anderen wat groter aanwezig was. Maar ja, het is toch altijd heel lekker om te merken dat een zaal een goede avond heeft gehad. Ik vond het heel erg leuk. Hele leuke reacties uit de zaal. Er werd veel gelachen en er werd goed gereageerd. Dus ik ben heel tevreden. Ja, ik hoop dat heel veel mensen hem gaan zien.